Hey. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Een beetje een andere video als gebruikelijk. We gaan namelijk volgende week naar Marokko en gaan we daar een boel video's van maken. Maar we hebben natuurlijk niet stilgezeten. We zijn verder gegaan met het tankproject. Een heleboel werk gedaan om klaar te maken voor de straler. We zijn eerst begonnen met het lassen van het spatbord aan die kant. Ja, verder hebben we echt een boel werk gehad aan alle details. Aan de buitenkant van die tank zitten namelijk allemaal buisjes waar de kabels erheen zitten. Ja, die zaten helemaal vol met roest en zand en zo. Dus ja, die hebben we eraf gehaald en vernieuwd. Want het is natuurlijk zonde als het ding straks terugkomt van een straler. Ja, dat we daar geen één kabeltje erheen getrokken krijgen. Dat die dingen verstopt zitten. Ja, er waren nog een heleboel andere details die we moesten afwerken. Alleen die spatborden, daar hield er niet bij op. Bij zo'n tank liggen natuurlijk een heleboel dingen op de spatborden. Net als koffers, extra brandstoftanken, reserve, rupschakels, nog koplampen en zo. Al die bevestigingspunten die hebben we van de oude spatborden afgeslepen en hier weer opgelast. Ja, het was nog een hele puzzel om al die dingetjes te bepalen waar ze moesten komen natuurlijk. Ja, want die oorspronkelijke spatborden was echt niks meer van over. Ja, die waren echt volledig weggeroest. Dus we hebben echt aan de hand van foto's en van alles moeten bedenken waar dat die dingen moesten komen zitten. Ja, en het was niet alleen de tank zelf waar we nog een boel werk aan hadden. We hebben ook nog een motorkap liggen namelijk, een motordek. En ja, dit zit ook kei vast natuurlijk. Er zit een berg scharnierpennen in. De kleppen bijvoorbeeld, ja, die zaten kei vast. Die hebben we met een boel geweld teruggangbaar moeten maken. Doel WD-40, getimmerd, dus de warm stoken. Ja, dat was echt een bergwerk. Ja, en daar hield het nog niet mee op, want er zitten ook van die roosters in met allemaal lamellen. En die kunnen eigenlijk dicht gaan op het moment als die tank onder vuur ligt. Dat ze niet met kleine handvuurwapens gewoon door de radiateur heen kunnen schieten. Ja, dat zijn een heleboel scharnierpuntjes en ja, dat was niet zo makkelijk. Zo, daar zit dit. Ja, toen dachten we dat we klaar waren, toen we die grote motorkap hadden gedaan. Maar toen was er nog een extra klein kapje dat erachter zat, met nog meer lamellen en nog meer scharnierpunten. Ja, het is weer zo'nzelfde gebak als die andere. Oh, van die lamelletjes, scharnieren. Ja, zo.
die hendel die heeft er nog niet zoveel zin in. Je zit hier in die blok met een hele dikke as. Ja, die wil echt niet gaan draaien. Maar deze kan er wel uit, want als we deze moeder afhalen, dan kan hij er die kant op uit. Dus laten we hem losmaken en dan nog wat meer op en neer jutteren. En dan hem ondertussen naar beneden proberen eruit te forceren. Ja! Daar had hij niet van terug, die beste pin. Zo is het! Poeh, nou dat was een boel werk. Wij hoeven in ieder geval niet meer naar de sportschool, dat denk ik wel. En daarna hebben we echt nog een heleboel kleine onderdeeltjes gedemonteerd van de tank. Ja, daar doe ik het. Huppatee. Er zat nog een achterlichtje wat we eigenlijk niet los kregen. Die bout was vastgerot en er was een stuk uitgebroken. Ja. Huppatee. Verder zat er nog een ontsnappingsluik in. Dat zit in de bodem van de tank. Dat is, als het ding op zijn kop ligt, kunnen ze daar langs eruit. Of als ze onder vuur liggen, kunnen ze daar langs ontsnappen. Ja, die moesten natuurlijk ook nog af. En verder, ja... We hebben er natuurlijk al heel veel onderdelen van afgeschroefd. En die boutjes die hadden allemaal niet zoveel zin om mee te werken. Dus we hadden er best wel veel afgebroken. Ja, en die moesten natuurlijk ook allemaal eruit. Dus dat hebben we ook nog gedaan. Ja. En ook die komt los. Let op. We hebben hier een paar afgebroken bouten. Ja, nou weten we het hoor, we zijn specialisten in het eruit halen van bouten. We hebben eerst even het afgebroken stuk zuiver geslepen. Dan heb ik hiernaast nog een stukje schoon geslepen. Dat is belangrijk voor het positioneren van ons speciaal demontagegereedschap. Deze, een moer. Let op. Doe maar even zo. Hou ik hem mooi gecentreerd boven... afgebroken draadeindje en dan zo, nou blijft hij plakken en dan nu, nou komt het erop aan, nou ga ik echt recht zo in de gat lassen, midden op het draadeind, echt recht erop, niet opzij lassen naar de moer, nee alleen op het draadeind, zo heet mogelijk stoken en ondertussen dat gat vol lassen en op het laatste sneer zo aan die moer, oké, daar gaan we dan. Ja, en nou is de truc om vooral geen kracht te zetten en heel veel op neer te jutteren en ondertussen te smeren. Tenminste, dat je kracht zet, breekt je al af. Ja. En zo tobben wij maar aan. Maar het werkt wel. Ja, en toen waren er ook nog een paar grote dingen die eraf moesten. Ja, de wielen namelijk, want die wilden we wel afhalen voor het stralen. Ja, want we willen natuurlijk niet dat er zand langs die kering erin gaat en in de lagers. Ja, dat zou natuurlijk eeuwig zund zijn, want dan gaan ze dus kapot. Ook wilden we de schokbrekers nog controleren, want het was ons opgevallen dat de eerste en de laatste van de wielen... Die zijn uitgerust met een schokbreker. Ja, en die staan niet op de grond. Dus het leek erop dat die schokbrekers vastzitten. Dus daar hebben we ook nog even naar gekeken. Hups.
Nee! Die zit gewoon tegen zijn aanslag aan. Hey. Ha, ha. Ha, jij doet dit! Dit denk ik. Ja, we hebben een ontdekking gedaan. Kijk hier. Was niet goed. Afgebroken torsieveer. Hey, William. Die torsieveer werkt. Ja, dit was wel een beetje een andere video dan dat jullie gewend waren. Want ja, het is gewoon een opsomming van alles wat we hebben gedaan. En zo zijn jullie weer een beetje op de hoogte. Ja, we hebben hier natuurlijk ook hele uitgebreide video's van. En die staan op het Werkplaats-vlogkanaal. Dus ja, als je dat dan graag wil zien, check het eventjes. Want ja, dan zie je gewoon alles en behind the scenes en nog meer. Het loopt wel een beetje achter op het hoofdkanaal. Dus de video's van dit project, die moeten nog komen. Maar vanaf de zaterdag gaan we video's maken vanuit Marokko. Want we gaan namelijk voor Truckland. Gaan we mee naar Marokko voor de Desert Challenge. Dus gaan we elke dag een video maken daar. Dus dat, ja, dat wordt vet. Wij hebben er in ieder geval zin in. Dus ik hoop jullie ook. Dus abonneer even. Blijf je op de hoogte. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.